Ik zie, volgens mij loopt hij. Oké. Kruis je rechtervoet voor je linker. Of kom zitten met je benen gestrekt, wat jij lekker vindt. Plaats je handen op je knieën. En rol je schouders maar even. Nog één keer. Laat je schouderbladen helemaal zakken. Maak je rug mooi lang. En mag je je ogen even voor een moment sluiten. Ga goed op je beide zitbotten zitten. Je buik is nog los. En volg maar de golven van je adem. Meer ruimte maakt op je inadem. En eventuele spanningen kan laten zakken op je uitadem. En ga maar met je aandacht onder de golven van je gedachtes. Alsof je op je uitadem naar de bodem van de zee zinkt. Richting je bekkenbodem. Tijd om goed in je lichaam te landen op dat ritme van je in en volgende uitadem. En als je merkt dat je drukke gedachten hebt, jij bent niet die gedachtes, laat ze maar gewoon komen en gaan. En het helpt heel erg om op je uitadem onder die gedachtes te gaan zitten, te zakken naar je bekkenbodem. Kom weer rustig terug met je aandacht in de ruimte. Open je ogen en maak je rug rond. Vanaf je stuit maak je je wervelkolommen rond. Kijk richting je navel. En op je inadem strek je jezelf weer helemaal op. En lift je je borstbeen wat meer. Kijk richting de lucht. En maak je rug weer rond. Adem uit. En adem in verlengen. En nu merk je dat je je buikspieren ook inzet. Uitadem, crunch. Kijk richting je navel. Laat je rug helemaal rond worden. En op je inadem lift je je borst op. Kom in beweging. Op de golven van jouw adem bewegen. Zacht. Nu mag je je linkerhand neerplaatsen tegen de mat. En je beweegt je rechterarm schuin richting de lucht. Ervaar de stretch over de zijkant van je lichaam. En cirkel je arm voorlangs om de andere kant te doen. Plaats je rechterhand tegen de mat en buig naar rechts. En cirkel via voor. Voel die bovenrugspieren. En herhaal nog een keertje met je rechterarm naar links buigen. Cirkel via voor. En... cirkel via voor. Kom helemaal rechtop zitten en vanuit hier kruip je op je beide knieën. Je mag eventueel je dekentje onder je knieën plaatsen als je dat fijn vindt. En volg nu je rechterarm in de lucht, adem in. En op je uitadem twist je. Beweeg je rechterarm onder je linkerarm door. Leg de zijkant van je hoofd naar neer en strek je linkerarm recht naar voren. Op je uitadem plaats je hand weer op je, onder je schouder. Je support jezelf omhoog naar all-fours positie. Hou je rug lang en recht. Schouders wijzen richting de mat. En adem in. Open die linkerarm. Zo ver als gaat. En op je uitadem twist. Beweeg je linkerarm onder je rechterarm door. De zijkant van je hoofd helemaal neerleggen. En het wegstrekken van je rechterarm. Blijf goed dicht bij je eigen lijf. Voel waar je de stretch voelt. Misschien aan de zijkant van je nek. Misschien over je schouderblad. Daar waar je spieren strak staan, daar voel je het meest. Adem er maar naartoe. Op je uitadem ga je helemaal naar die stretch toe. En plaats je hand terug onder je schouder. Support jezelf omhoog. Handen en knieën, rechterbeen. Gaan we wegstrekken naar achter. Plaats je bal van je voet tegen de mat. En beweeg je hiel wat meer richting de mat. Ervaar de stretch of je kuit. En ondertussen adem je door. In door je neus, uit door je neus.
gewicht weer een beetje meer in de handen. En lift je rechterbeen omhoog. Beweeg hem naar zij. En pak de vloer met je rechtervoet. Dus plaats de voet neer. Dan kom je omhoog. Adem in. Neem je arm mee omhoog. Adem uit. Plaats je linkerhand naast je. En bereik ver weg voor de stretch zijwaarts. Over de zijkant van je lichaam. Kom weer omhoog. Adem in. En adem uit. Plaats je handen onder je schouders. Lift je rechterbeen in de lucht zijwaarts. Door naar achter. En dan gaan we wisselen. Kom op beide knieën. Heupbreedte uit elkaar. Linkerbeen schuif ik naar achter. Bal van je voet tegen de mat. En zet een beetje af van je handen. Laat je heel wat meer zakken richting de mat. Voel dat je schouders recht zijn. Je mag een lichte stretch voelen over de kuit. Beweeg je gewicht weer in je handen. Lift je linkerbeen op. Zijwaarts. Plaats je voet neer. Kom omhoog. Neem je armen mee. Rijk je vingers in de lucht. Adem in. En adem uit. Plaats je rechterhand tegen de vloer. En strek je linkerarm ver weg. Voel die stretch. En langs de heup, langs de zijkant van je ribben. Kom weer terug omhoog. Adem in. Zet af van je beide handen. Plaats de handen onder je. Lift je linkerbeen op. Adem in. Buikspieren zijn opgespannen. Navel in en op. Beweeg je been naar achter. En plaats je knie tegen de mat. Nice. Tenen tegen de mat. En beweeg jezelf naar downward facing dog. Laat je hoofd helemaal hangen tussen je beide handarmen. En misschien vind je het fijn om je knieën wat te buigen. Voel vooral de stretch, de lengte in je rug. Kom maar met je borst wat meer richting je bovenbenen. En ervaar die adem in en uit. En nu buig je je rechterknie. Laat je linkerhiel wat meer zakken. En buig je linkerknie. Laat je rechterhiel wat meer zakken. En zo door. Dus buig en strik. Om en om. En je mag zoveel je heupen bewegen als jij lekker vindt. Zoek jouw stretch op. En beweeg je hoofd maar rustig mee naar rechts. En naar links. Ja, misschien zit net als bij mij je trui nu onwijs in de weg. Komt goed. We gaan hem straks uitdoen. Als je het al goed warme. Wandel maar met je voeten licht in je handen. Voeten recht onder je heupen. Plaats je handen onder de bal van je voeten. Dus op deze manier. Rechterhand onder je rechterbal van je voet. Linkerhand onder je linkerbal van je voet. En kom maar helemaal met je gewicht naar je tenen. Laat je hoofd hangen. En buig je knieën wat meer. Hou de borst zoveel mogelijk bij je bovenbenen. En ga maar strekken de benen. Rustig opstrekken. Stuit in de lucht. En ervaar jouw strekking over de achterkant van je benen. En buig je knieën weer. Adem uit. En herhaal dit nog een keer. Ik doe ondertussen mijn truitje uit. Mijn collega ook, zie ik. We zijn met z'n tweeën vandaag, gelukkig. Het is wel gezellig. Duintje is er ook, die doet mee. Laat je hoofd helemaal hangen. En strek op. En buig je beide knieën. En strek op. Ja, laten we beide knieën buigen. Handen onder je voeten vandaan. Pak je elleboog vast. En strek de benen iets meer op. En swing maar heen en weer. Het is lekker in de ochtend voor die onderrug. Vaak houden we in die onderrug best wel wat spanning vast. Vooral als je gisteren mee hebt gedaan met mij met de shapeless. Met al die beenoefeningen. Is het nu wel heel fijn om in de ochtend te stretchen. En eindig in het midden. Laat je ellebogen los en rol maar op jouw tempo super slow omhoog. Vanaf je stuit, wervel voor wervel. Voel die wervelkolom op elkaar vallen. En lift je houding door je navel wat in en op te bewegen. Nice. Kom voor aan je mat staan. Voeten heupbreed uit elkaar. En neem je armen mee omhoog. Adem in. Rijk richting de lucht.
buigt iets in je bovenrug. En op je uitadem kom je met een lange rug naar voren. Plaats je handen voor je tenen. En strek nu de rug, strek je armen, hou je vingertoppen op de vloer. Lengte. Adem uit, zink wat dieper en stap dan rechts, links naar achter, hoog plank. Jij mag kiezen op je knieën komen of op je tenen blijven. En buig je ellebogen, kom maar helemaal plat liggen op je buik. We gaan voor de cobra. Adem in, lift je borst op. En adem uit, kom rustig naar beneden, bouw hem op. En plaats je handen iets verder naar achter. En herhaal, kom maar omhoog. Kan je iets hoger, navel in en op. En adem uit. Voel je bovenbeenspieren wel aanspannen. Door je benen ver weg te strekken naar achter. Misschien nog een klein stukje naar achter je vingers. Misschien kan ik nog een klein stukje. En herhaal nog een keer. Kom omhoog. Strek je benen weg naar achter. Hou je bovenbenen tegen de mat. En adem uit. Beweeg naar beneden. Handen plaatsen weer terug onder de schouders. Beweeg via je knieën, je bal van je voeten, weer terug naar je downward facing dog. Laat je hoofd helemaal hangen tussen je beide armen. En adem maar 3 keer vol diep in door je neus. En adem uit. Denk weer aan het zinken richting de zeebodem. Adem in en adem uit. En maar het gevoel dat je een beetje valt. Richting de bodem van de zee. Nog 1 keer. Adem in. En adem uit. Plaats dan je linkerknie tegen de mat. En stap je rechtervoet dicht bij je rechterduim. Beide armen bewegen omhoog. Adem in. Beweeg je heupen ook wat meer omhoog. Duimen naar achter. En hier strekken we, openen we de borst. En we strekken de heupbuigerspier. Blijf maar lang. Rijk lang. Plaats je handen weer terug aan weerszijde van je voet. En vanuit hier beweeg je je stuit in de lucht. Voor het strekken van de achterkant van je been. Beweeg je tenen in de lucht. En je mag hier blijven of naar de split pose. Mag, hoeft niet. Soms vind ik dat super fijn om te doen. En terug. Kom weer terug naar je downward facing dog. Adem uit. Voeten heupbreed uit elkaar. En adem weer voor 3. Laat je hoofd wat meer tussen, hangen. Ja, kruin richting de mat. Diep in door je neus. Vol uit door je neus. Of langs je keel gaat het, hè? Meer de lucht. Suizend geluid als mantra. Beweeg je rechterknie richting de mat. En stap je linkervoet dicht bij je linkerduim. Goed. Beweeg je beide armen in de lucht. Adem in. En beweeg je heupen maar naar voren totdat jij die opening, die stretch ervaart over de voorkant van je lichaam. Open je hart op elke inadem. Laat je hart maar wat groter worden. En adem uit. Plaats je handen aan weerszijde van je voet. En je stuit mag je in de lucht bewegen. Hou je bovenlijf dicht bij je bovenbeen. En beweeg je teen in de lucht. Dan heb je net even wat meer stretch. Heb je wat een uitdaging nodig deze ochtend? Schuif je been maar voor, weg naar voren. Alleen als je goed warm bent. Adem in. En adem uit. Beweeg je voet terug. Terug naar je downward facing dog. Yes. Adem in. Lift je rechterbeen hoog in de lucht. En adem uit. Stap je rechtervoet dicht bij je rechterduim. En beweeg je achterste voet wat dichterbij, zodat je je hiel in de vloer kan plaatsen. En dan gaan we omhoog. Adem in. Krijg er 1. Open je linkerarm en draai je linkervoet 90 graden voor je krijger 2. Voel je gewicht verdeeld over beide voeten en laat je arm even zakken. Adem uit, kruis voor je lichaam en adem in. Beweeg je armen weer terug op schouderhoogte. Nu hetzelfde achterlangs. Laat je armen zakken achter, kruis.
En beweeg je arm weer op schouderhoogte. Je voorste knie is gebogen en je achterste been is gestrekt. Buig je knie maar wat meer. Adem in, kijk richting de lucht. Extended warrior. En adem uit. Als een windmolen je armen. Via voor. Draai je achterste hiel in de lucht. Plaats je handen aan weerszijden van je voet. En stap door naar je downward facing dog. Yes, laat je handen zoveel mogelijk staan. Om te checken of je de juiste afstand hebt tussen je handen en voeten. Ga je heel even naar je plank. Als je je handen dan niet hoeft te verplaatsen, dan heb je de juiste afstand. Schouders boven je polsen. En beweeg weer terug naar je downward facing dog. Linkerbeen, lift hem hoog in de lucht. Adem in. En adem uit. Stap je linkervoet dicht bij je linkerdij. Achterste voet. Pak de vloer. Teen iets naar buiten. En beweeg beide armen in de lucht. Adem in. Je voorste knie blijft gebogen. Achterste been is gestrekt. Open nu je rechterarm. En draai je rechtervoet 90 graden. Stuit richting de aarde. En laat je armen zakken. Adem in. En op. Lekker voor je schouders even ontspannen. En het is mooi, sierlijk. Extended warrior. Rijk met je vingers richting de lucht. En cirkel je arm als een windmolen. Achterste hiel richting de lucht. En kom weer naar je downward facing dog. Vanuit hier bewegen we de knieën richting de mat. Tenen bij elkaar voor je child's pose. Voorhoofd tegen de mat. Adem voor 3, net als in je downward facing dog. Rustig in door je neus. Uit door je neus. En waar ben je met je aandacht? Waar voel je je adem? Adem in, kom op handen en knieën. En stap weer rechts, dicht bij je rechterduim. Beweeg je gewicht wat naar voren. Adem in, neem je arm weer mee omhoog. En laat je linkerarm zakken. Rechterarm ook. Voor de twist. Als je wil, mag je je rechterarm op je bovenbeen plaatsen. Ja, daar, met je handen naar voren. En eventueel, als je er naartoe bent, je linkerknie buigen en je voet pakken. Of je blijft zitten zoals je nu zit. Als je je voeten iets verder naar voren zet, Daan. Die andere voet. Ja, dan heb je meer ruimte en dan kan je eventueel. Yes. Laat je voet weer los. Plaats je handen aan weerszijde van je voet. En beweeg weer terug naar je child's pose. Als dit nou ontzettend pijn doet aan je knieën, gebruik je dekentje dan lekker en plaats die onder je knieën. Dat is toch wel fijn. Merk ik ook met zo'n dunne yogamat. En dan komen we weer naar voren op handen en knieën. En plaats dit keer je linkervoet dicht bij je linkerduim. Yes, armen gaan omhoog. Adem in. Volg je rechterarm naar achter. Plaats je linker onderarm op je bovenbeen. Daar. Kijk mee naar achterlangs je schouder. En als je wil, mag je, of er naartoe bent eigenlijk, buig je knie en pak je je voet vast. Het is nog wel lekker met zo'n dekentje onder je knie. Schouders zijn laag. Nice twist. Adem maar naar de stretch toe. En laat de voet los. Plaats je beide handen aan weerszijde van je voet. Stap je achterste voet bij voor aan je mat. Yes. En nu beweeg je je arm naar voren en je komt met je zitvlak richting de vloer. Ja, diep. Rijk je armen naar voren, we gaan uiteindelijk zitten. Je mag je hielen van de vloer. En plaats je handen achter je en kom maar zitten. Yes, nice. Je mag je linkerbeen wegstrekken opzij. Hip opener. Plaats je linkerhand aan de binnenkant van je been. En beweeg je rechterarm overhoog voor de zijwaartse strekking. Misschien merk je verschil met het begin van de les.
Dan deden we deze knielend. Misschien voelde je toen wat stramheid. Misschien voelt dat nu toch al een stukje beter. Niet alleen de zijkant stretchen, maar ook de binnenkant van de benen. En kom omhoog aan je arm. Adem in en adem uit. Plaats je je voetzolen tegen elkaar en strek je rechterbeen maar weg opzij. Adem in, beweeg je arm opzij en adem uit. En weet dat yoga is verbinden. Verbinden met je eigen lijf, verbinden met elkaar, verbinden met de natuur. En in de natuur gaat eigenlijk alles is op tijd in de natuur, maar de natuur heeft nooit haast. Neem dat als voorbeeld, ook in je houdingen. Het gaat niet om presteren, het gaat niet om hoe diep je komt. Maar het gaat om landen in je eigen lijf, in verbinden met je eigen lichaam. En voelen waar je grenzen zijn. En adem in. Je overgeven aan die zwaartekracht. Plaats je beide voetzolen stevig tegen elkaar. En kom maar even naar die butterfly vooroverbuiging. Laat je hoofd helemaal hangen. Voel de ronding in je rug. Ondertussen stretchen we de binnenkant en de buitenkant van de heupen. Breng die kanten maar in je lichaam. Roll up, wervel voor wervel. Plaats je beide voeten tegen de mat. We draaien de knieën in en we gaan liggen. Met de armen zijwaarts. Buig je ellebogen. Schouderbladen tegen de mat. En laat je beide knieën naar rechts zakken. En je hoofd draait naar links. Recline twist. Verbind je met je ademhaling. In door je neus. En volg dat ritme. Niet de ritme in de muziek. Maar jouw eigen ritme van jouw adem. En laat op elke uitadem maar de delen van je lijf die tegen de mat aanlanden wat meer dalen. Leg je beide knieën terug in het midden. Adem in. En adem uit. Laat je benen naar links zakken. Je mag ontspannen op elke uitadem. Beide benen terug in het midden. En weg beide knieën naar de borst. Sla je beide armen maar om je benen heen. En wieg wat heen en weer. Van rechts naar links. Masseer de spieren aan de zijkant van je wervelklom. Steeds dichter tegen de vloer aan. Plaats beide voeten heupbreed uit elkaar. Armen langs je lichaam. En dan rollen we omhoog met onze stuit richting de lucht. We openen ons hart. Voor deze dag maak je hart maar wat groter op elke inadem. En adem uit. Alles is welkom in je hart. Je hart is als een kind. Zegt altijd ja tegen het leven. Adem maar wat vaker naar je hart. Dat is belangrijk in deze tijd. Met zoveel regels en zoveel beperkingen. Leef vanuit je hart. Blijf leven vanuit je hart. En verstrengel je vingers in elkaar. Beweeg je vuisten richting je hielen. Kruip wat hoger op je schouderbladen. Adem hier nog voor 3. Twee. 1. Vingers uit elkaar. En nu super slow naar beneden. Super, 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 super slow.
mooi. Strek je benen naar achter. Beweeg je armen boven je hoofd. Rek jezelf helemaal uit. Maak je ene been maar langer dan je andere been. En vanuit hier point je voeten. Je gebruikt je buikspier om op te rollen. Rijk je handen richting je tenen. Roll up, adem in. Adem uit. Kom nog één keer naar die vooroverbuiging. Stretch je over de achterkant van je benen. Flex je voeten. Trek je tenen maar naar je toe. En roll up. Wervel voor wervel. Strijk met je handen langs je benen. Lekker stevig. Kom hier in kleermaker zit. Beweeg je armen via zijmee omhoog. Landen in het midden, handen tegen elkaar. Breng je duimen naar je voorhoofd. Dat herinnert je aan dat je al die gedachten, die mogen er zijn. Maar het helpt tijdens je dag ook om onder die golf van die gedachten te blijven. Je bent je gedachten niet. Beweeg je duimen naar je hart. En adem wat vaker naar je hart. Vooral als er veel emoties zijn. Adem maar in naar je hart. Adem maar uit door je hart. En verwelkom al die emoties. Duw ze niet weg. En ik jullie een hele fijne dag wensen. Ik hoop dat je het fijn vond om deze morning wake-up yoga te doen. Danielle komt nu met een leuke X-core les. Dat is wat actiever. Dit is echt om te ontwaken. En om vooral mentale en lichamelijke rust op te vinden. Dat is ook erg belangrijk. Dank jullie wel.